Excuses dat we deze ook iets te laat beantwoorden. Want ik heb een vraagje voor mijn eerste triathlon volgende week. Nou, die is <laughs> ook al geweest. Zwaar ervaren triathleten. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. slimmer presteren met de juiste trainingskennis. Luisteraarsvragen. De theorie is duidelijk: wil je sneller, sterker en fitter worden, dan moet je goed trainen. Maar de praktijk blijkt een stuk complexer. Want training roept ook allerlei vragen op. Wat zijn de urgentste vragen die de luisteraars ons stelden? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen Gerrit. En in een aflevering met luisteraars... Ja, ja, ja. ja, ja Vanaf ja, ja. het begin, Guido, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. He, we zitten fris <laughs> uit, uh, Guido. Zeker. Ik ja. ben ook extra vroeg opgestaan vandaag. Ja, fijn. Ja. Voor de mensen die dit format niet kennen, nieuw in seizoen 10. We hebben zoveel vragen verzameld in de loop van de afgelopen jaren... ...waarvan we zeggen, hey, sommige vragen zijn meteen voer voor een hele aflevering... ...maar er zijn ook vragen leuke, praktische, hands-on vragen... dat we zeggen, ja, kunnen we beantwoorden... maar is niet helemaal een hele aflevering waard. Nou, die hebben we verzameld. We hebben er al eerder dit seizoen... de eerste van seizoen 10 gedaan... met allerlei medisch-fysiologische vragen. Deze aflevering... hebben we ook weer een selectie vragen. Jurgen, waar gaan we het vandaag over hebben? Een paar dingen. In ieder geval volgorde van trainen... is er één van. Uh, specificiteit van trainen. Uh, belang van de uh, juiste fiets om te trainen. Ja, kan je dat gewoon op een stadsfiets doen. Maar het gaat toch om vermogens uiteindelijk die je trapt. Uh, dat zijn de dingen die... Samen je trainen met samen mensen trainen. van verschillend ja, niveau. met verschillend niveau. Ja, en als, als we beetje... tijd hebben, misschien nog wel een gadget. Ja, voor, voor het zwemmen met ja, name. Ik zei, en bij uh, deze meteen uh, een belangrijke vraag over de core stability. Het uh, nut of, van gehad. Die schuiven door naar een aparte aflevering. Ja, ja maar kwam we eigenlijk wel extra in, de, aandacht. in de voorbereiding de vraag van Titus. Die hadden ja. we hier ook staan, Titus Schoffelen. En we zeggen eigenlijk net elkaar, ja, maar dat is zo'n groot onderwerp. Ja. Daar maken we wel een eigen dat aflevering doen we van. Dus ja. Titus, die komt. Um, zoals ik al een paar keer dit seizoen heb gezegd, ik wil terug naar maximaal een Uur. Ja. Dus uh, ik ken ik, een aantal uh, podcasts, uh, ja, ja, ja. die gebruiken een kookwekker. Ik zet gewoon even een timertje. En uh, ja, als we het niet gehaald hebben, schuiven we de vragen die nog blij zijn blijven liggen okay. wel door naar uh, de volgende. Ik hou het kort, jij Guido? Nou, to the point. Zou ja, ik oh, zeggen. to the point. To okay. the point, hè? Ben ik altijd. Uh, ben jij altijd? Uh, tussen iedere vraag steken we even een bumpertje. Ja, ja precies. <laughs> Heb je hem duidelijk? Ja. Dan gaan we beginnen met het eerste onderwerp. Oké Jurgen, de eerste vraag, van wie is hij? Hans Luyendijk. Wie kent hem niet? Ik ken hem. Vaker ja, Hans gesteld, he? het, heel zeker. trouw En heel ja. vaak. Ja zeker. En een hele goede vraag vond ik, volgorde van trainen maakt het uit. Ik heb er nog één. Zegt hij. Kun je nu beter eerst krachttraining doen en dan duur. Of juist omgekeerd, of maakt het geen bal uit. En dat heeft natuurlijk naar aanleiding van verschillende afleveringen waarin we gesteld hebben dat voor duursporters ook krachttraining relevant is he, voor het hardlopen. Ja. Uh, om efficiënter te lopen, wellicht uh, in het kader van blessure vermijden, maar dat is minder duidelijk. En dan denk je, ja, hoe combineer je die dingen? Uh, ben ik toch maar even de literatuur ingedoken. Best wel veel studies gedaan. Er uh, zelfs een aantal uh, overzichtsstudies van gemaakt. En die concluderen eigenlijk dat het uh, de volgorde daadwerkelijk uitmaakt... als jij met name uh, krachtiger wil worden. Want dan is het belangrijk om juist krachttraining... om die als eerste te doen. Kijk, uh, dus even in het kort... Een review uit 2018, die zetten we in de show notes. Die heeft gekeken naar maximale beenkracht en, dus dat is echt om te kijken naar, naar krachtontwikkeling. Dus aan de aanleiding van het krachtprogramma en naar de maximale zuurstofopname. Na een intra concurrent programma. Concurrent betekent dat je die twee kracht- en uh, duurtraining, dat je die uh, ja, na elkaar doet. En we hebben ooit in aflevering 15 al gezegd, daar is vanuit de wetenschap een discussie op dat die twee elkaar in de weg kunnen zitten. Verschillende spiervezels, verschillende energiesystemen die je traint. Dus dat is best wel een lastige uitdaging voor het lijf. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon negen, nou, een x-aantal studies op een rij gezet. En wat ze zagen is dat dan de 1RM, dat is eigenlijk de maximale aantal kilo... Wat jij kan uh, na een trainingsprogramma van een x-aantal weken. Waarbij ze de proefpersonen enerzijds eerst kracht en toen duur hebben laten doen. Of andersom. En dan zagen ze daadwerkelijk dat die 1RM, de maximale kracht die je kon met je benen, kon ontwikkelen. 4 kilo hoger lag bij de volgorde kracht en duur. Maar dat je voor de VO2 max, dus maximale zuurstofopname, de volgorde niks uitmaakte. Dus als het jou er echt om gaat van ik wil, nou ja, en we weten krachttraining is meer dan misschien alleen maar pure kracht. Dus je kan ook coördinatie denken, et cetera. Maar als het jou gaat om, ik wil echt, ik vind het belangrijk dat ik na mijn programma dat ik volg, in ieder geval uh, sterker ben geworden. En dat uh, zich uit in die 1RM bijvoorbeeld. Nou, dan moet je altijd eerst beginnen met je krachttraining en daarna je duurtraining. Oké, okay, dat zegt de wetenschap. Ja. Guido, hoe ga ik dit in de praktijk uh, invulling geven? Ja, ik ben het daar uh, wel helemaal mee eens. Want Gelukkig. Ja. Als je, kijk, als je uh, je als krachttraining doet en je wilt inderdaad meer kracht leveren, dan moet je ook fris zijn als je aan die krachttraining begint. Ja. En ook als je gecompliceerde oefeningen moet doen, dus hele lastig uitvoerbare, waar heel veel coördinatie bij nodig is, moet je ook fris zijn omdat je anders die, uh, uh, die oefeningen niet coördinatief goed uit kunt voeren. En wat is het gevaar um, dus, daarvan? Want ik weet, ik weet dat ze bij de bodyboost, bij de UTT, daar altijd heel scherp op zijn. Ja, hè? blessures. Ja, blessures. Ja, Slecht uitvoeren van een, 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 een bepaalde oefening kan natuurlijk gewoon blessures opleveren. Op, uh, dus ja. dat wil je allemaal niet. Nee. Um, als het alles andersom doet, stel je hebt eerst gewoon al een duurtraining gedaan of een gewone training met wat intervallen. En je mm. bent al moe, en je gaat daarna nog krachttraining doen, kan dat ook zinvol zijn. Maar dan is, dan is het niet zozeer gericht op die eerste dingen. Hè? Dan moet je het niet doen op maximaal kracht. Dan is het dus eigenlijk op duurkracht. En dan moet je ook eigenlijk meer houdingsspieren gaan trainen, zoals je buikspieren, je rugspieren, die je gewoon altijd nodig hebt bij het hardlopen, bij het fietsen, om gewoon stabiel de, uh, het hardlopen en het fietsen uit te voeren. Hoe ziet dat er gaat... dan uit? Ik ga zeg maar anderhalf uur rustige duur doen en dan doe ik. Ja, dan heb je een soort core stability training, hè? Dus dan is het niet. Dat het, soort uh, oefeningen, ja. 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 ja, ja, en dan is het niet, zeg, ja, je, de, als je met gewicht. Uh, Um, squats, lunches... dat soort dingen gaat doen, dan kom je, ga je ook niet dingen zoals 1RM opzoeken. Dan zit je meer op 20, 30 ja. herhalingen op 70 procent van je. Exact, exact. He, dus dan is het meer daarop. He. Dus dan is het nog steeds met moeie spieren die nog wat vermoeiender maken. En, Jurgen... jouw peper zegt dus eigenlijk krachttraining voor duur... maakt in ieder geval voor de VO2 max verbetering nee. niks uit. Guido, nog een andere praktische overweging. Dat je zegt: Nou, ik doe eerst even 20 minuten krachttraining en dan ga ik anderhalf uur lopen. Goed idee, slecht idee? Ja, het helpt wel om alle kracht, hè, om, nou ja, om alle spieren wakker te maken. Ja, ja. Het is een mm. soort recruitment van spiervezels. Als jij namelijk gewoon gaat beginnen te lopen, dan hebben de meeste mensen zoiets van: oh, moet eerst even alles de boel op, euh, nou ja, opwarmen. Om een beetje wat, wat meer nou ja, tempo te kunnen maken. Je ziet niet voor niks bij voorgaan um, een, een sprinter altijd. Mensen die sprinters even flink toniseren, kort hard, dus springen. Dus eigenlijk puur om alle spiervezels wakker te maken, hè, ja. zodat alles werkt en zodat je alles kunt gebruiken. dan ja. zie je en dat dan je eigenlijk uh, met ja. een kracht? Ook. Nog een voordeel, juist als je. Je, je hebt even al, al je spiervezels aangesproken. Dus nou, vermoeidheid daarmee opgewekt in ieder geval, omdat dat vaak waar heeft met die snelle, explosieve spiervezels. Als je daarna die duurtraining gaat doen, als een extra uh, prikkel om die durability. Bijvoorbeeld uh, op die manier die nog te trainen. He, de taaiheid, he, Waar we het met Rob Lambert bijvoorbeeld over hadden. Of zeg je ja, maar daarvoor is een duur training is vaak van een te lage intensiteit. Um, of zie je daar nog een voordeel van? Ja, de, alle, he, alle training heeft wel zijn voordelen. Mm -hmm. Maar of het dan echt substantieel, echt wel veel gaat toevoegen, weet ik niet. Nee, 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 huh? nee precies. dat nou, is in die antwoord... studies ook uh, niet nee. bedoeld. Die nee. kijken naar maximale zuurstofopname. Het ja. maakt niet uit of je dat nee. voor je krachttraining of na je krachttraining doet. Maar in het geval, ja, zoals we aangeven, je je krachttraining echt goed wilt doen, moet je die als eerste doen. Exact. Dus Hans, dank voor je vraag. Maakt het een bal uit? Jazeker. Kracht ja. voor duur. Ja. Goed. Jurgen, het volgende onderwerp. Specifiek trainen. Dat is uh, zo'n trainersterm, maar wat bedoelen we daar ook alweer mee? Specifiek trainen, ja, dat gaat Kido denk ik, ik uitleggen. Zoals ik het interpreteer, is uh, okay. echt trainen zoals uh, de beweging. Zoals je die in jouw wedstrijd ook maakt. Bijvoorbeeld specifiek ja. trainen voor het fietsen is fietsen. Helder. En specifiek Helder. trainen voor het lopen is hardlopen. Dan nou hebben wij ja. een vraag binnengekregen van Raymond van Hemert. Ja. Nou, die, ja, die, nou, die heeft daar mee te maken, maar die schuurt ook wel een beetje aan wat we net vertelden over recruitment, kom ik achter. Ja. Ja. Uh, ten eerste, hij, be hij begint als ik train in de zone 2. Nou, dan moeten we daar denk ik even ja. afspreken. Op welke, welke zones werken we in? 5 of 3? Of of, uh, ja. Ja, Maakt het dan uit ja, okay. welke spieren ik train? Met andere woorden, is een zwemsessie dan net zo effectief als een rondje fietsen? Ik kreeg, komt hier vroeger namelijk vaker te horen, dat je ook andere spieren moest trainen, omdat als jouw benen op waren, je nog energie kon halen uit andere lichaamsdelen. Klopt dat? En zo ja, is het dan omdat je daadwerkelijk mitochondriën gebruikt van andere delen? Of is het alleen dat je andere spieren gaat gebruiken die de verzuurde tussen aanhalingssluitingstekens spieren dan ontlast? Wow. Andere techniek bijvoorbeeld. Dus hier zitten wel weer, net als vorige keer bij deze aflevering, meerdere vragen ja. in één. Ja. Enerzijds vraagt hij, zone 2, laten we dan maar even aannemen, rustige duurtraining. Ja. Maakt het uit welke sport ik doe om rustige duurconditie op te bouwen? Daarna heeft hij nog een verhaal, we hebben een aflevering gehad over mitochondriën, de, de energiefabriekjes. Ja. Kunnen die ook energie halen uit andere delen van je lichaam? Nou, laten we daar zo op komen. Nou, bij het begin beginnen, Guido. Ja. Zone 2 is zonne 2, ongeacht welke sport je doet. Goed. Nou, we, ja, je moet niet dingen door elkaar halen. Want voor zone 2 training, eigenlijk is het dan hè, de duurtraining. En het gaat een beetje, zeg maar, aerobe drempel. Ja. Daar, daarbij. We gaan uit van de vijf. Uh, vijf zonne. Ja, Op mijn Strava precies. vaak terug te vinden in de week, de rustige duur van anderhalf uur ja. of twee uur of wat dan ook. Ja. Nou ja, re, zone 1 is eigenlijk heel lang en ja. langzaam. Zone 2 is, is wat steviger tempo dan 1, maar dat is niet langer dan twee uur. Oh ja. Laten we het dan zeggen tussen de drie nou, kwartier en de twee uur. we ja. Dat. dat. En dan heb je het eigenlijk over een effect ook meestal van mensen. Ja, weet je, dat is toch een um, uh, cardiopulmonair effect. Hè? Het is hartslag, zuurstofopname. Ja. In, in lekentaal, conditie opbouwen toch? Conditie opbouwen. Ja. Dan, doe je, dan moet je dus arbeid verrichten om ervoor te zorgen dat die zuurstof binnenkomt en wordt opgenomen. Ja. Dus er is een vraag van zuurstof, die vraag komt van spieren. Die spieren zitten in je armen, die zitten in je benen, die zitten in je romp. Dus als die gaan bewegen, dan gaan die zuurstof vragen. Dus dan gaat, het, dan, dan wordt dat, hè, dan gaat je systeem omhoog, hartslag gaat omhoog, ventilatie gaat omhoog. Totdat je in dat, in dat zone 2 systeem zit. Waar je eigenlijk met name koolhydraten, vetten. en misschien af en toe een klein beetje extra lactaat. Daar, daar, daar komt het een beetje weer op. Um, maar eigenlijk is dat het doel daarvan. En of je dat dan met, met armspieren alleen doet, Zwemmend. of alleen met beenspieren, Fietsen. of met allebei. Je bent nog steeds in die zone 2 bezig voor um, um, hart en longen. Dus als je het antwoord op het eerste deel van de vraag van Raymond. Nee, Raymond. Het maakt niet zo heel veel uit voor het opbouwen van conditie. Nee. Welke rustige, duur sport je doet. Maar als je dan gaat zeggen. Ik heb alleen maar gezwommen het <laughs> afgelopen jaar. Ja. En ik wil daarbij in zo'n. Ja, en ik sorry, wil hoor. in zone 2 marathon lopen. Ik wil kilometer zo hard mogelijk rennen. Ja. Ja. Hallo. Dat wordt natuurlijk niet handig, hè? Want dan is jouw specifieke belastbaarheid van de skeletspieren en ligamenten en alles natuurlijk helemaal niks. Nee. Dus vandaar dus daar het onderscheid. zone 2 of rustige duurtrain om conditie op te brouwen, gezond ja. te blijven. Met dat, dat doel, dingen... ja. Maar je mag Precies. het niet verwarren met... oh, ik nee. kan wel een andere sport gaan doen om... Uh, ja, ja de... ik ga gewoon de hele tijd zwemmen... Hè, en dan loop ik straks gewoon die 10 kilometer onder de 35 minuten. Nee. nee. Maar denk jij niet dat volgens <laughs> mij ook in zone 2... er zelfs al genoeg prikkels kunnen zijn... in die bewegende spieren voor... Ja, misschien uh, aanmaak toch ook van een paar nieuwe mitochondie. Of dat ze in ieder geval wat efficiënter gaan werken. Want dat kan natuurlijk ook. De laatste. Vooral dat. Ja. Efficiënt. Efficiëntie, efficiëntie. En, en, en dus ook de enzymen die daarbij betrokken ja. zijn. Dus dat het ook wel op spierniveau een paar positieve ontwikkelingen geeft. Waardoor ja. het wel handig is, denk ik, als jij een marathon loopt om, ja, om te hardlopen en niet alleen te zwemmen, zeg maar. Maar dat komt natuurlijk omdat voor zo'n. Event is meer nodig dan een Ja, He, Je ja. moet ook kunnen hardlopen ja, ja. en efficiënt ja, zijn in hardlopen. Ja, ja. Ja. Als je dus. heel lang getraind hebt en uh, wat je al zegt, dan doet dan je benen helemaal op zijn. En dan kun je nog wel denken: ja, maar mijn armen nog niet. Weet je, daar kan ik nog wel mee. Maar, ja, ja. maar het is toch in, in een, uh, je, moet, je was aan het rennen en dat, dat het rennen gaat niet meer. Daar heb ik misschien nog wel wat in die armen zitten, maar ja, daar kun je niet mee rennen. Ja. Nou, dat, dat, dan kijk ik nog even naar zijn vraag. Je benen op waar je nog energie kon halen uit andere lichaam. Nee, dat gaat over het tweede deel. Van, ja. Ja, wij, wij, want één, dit laatste stuk wil ik nog even afmaken. Louis okay. de Lahaye ja. heeft natuurlijk ooit hier als tip gegeven. Als je sneller wil gaan lopen, ga maar meer fietsen. En dat bleek toen de nuance in te zitten. Geldt ook niet voor iedereen. Geldt voor iemand die al heel veel loopt. Mm -hmm. Je kan natuurlijk maar op een gegeven moment een bepaald volume ja. aan lopen in de week kwijt. Ja. Als ja. je dan dus meer aerobetraining wilt doen. of meer conditie. doe dat dan lekker op de fiets. Ja. Ja. He, dat, en dat uh... is ook voor mensen die gewoon blessuregevoeliger gevoeliger zijn voor het hardlopen. Ja. Exact. Weet je, niet iedereen kan 100 kilometer in de week zomaar aan. En ja, nog niet eens 60 soms. Nee, dus dan ja. zou je ook. Ja. Dus dan moet je dus een hoop van die, nou ja, die langere trainingen om dit, het zone 2-systeem, gewoon efficiënter te maken. Kun je ook prima op de fiets doen. Ja. Maar dat, dat wil niet. Dus je moet wel ervoor zorgen dat je dus die specifieke looptrainingen ook doet. Mm. Ook doet. Ja. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk al heel vaak in al die afleveringen rondom ASM en al in aflevering 3 ja. het belang van gediversifieerd trainen. Hey. Zorg nou dat je een breed ontwikkeld goed lichaam hebt, een, een, een algemeen goede atleet bent, dan word je ook beter in dat specifieke sport hardlopen. En nu komt dus de vraag van Raymond. Interessant fenomeen. Is het dan ook zo dat al die breed ontwikkelde spieren in heel mijn lichaam op een of andere manier mij nog op het laatste moment kunnen helpen met wat extra energie of zo? Ja, zo zie ik dat. Nee, want die energie, waar haal je die uit? Ja, Guido zegt het al, vet, koolhydraten, die zitten toch heel veel gewoon in de spieren zelf die je gebruikt ja. natuurlijk. Ja. Daar zit het, ja. het dichtste bij, het vuur. Misschien denkt hij aan, aan de lactaatshuttle waar we het wel eens over gehad hebben. Dat, dat lactaat, maar dan is het wel. Dan moet lactaat geproduceerd worden op plekken in het lichaam. En dan kan dat worden ingezet als brandstof op andere plekken in het lichaam. Bijvoorbeeld de hersenen of het hart. Of zelfs de spiervezels binnen een spier ernaast. Maar ja, dat is dus toch nog even. Het is niet dat spieren die helemaal niks ja maar dat is het andere ja verzin een sport waar spieren die helemaal niks doen nou in ja, principe ik snap kan je denkmodel het... wel ja. luister als je nou toch door veel zwemmen hele goed of andere ja. sport goed ontwikkelde ja, armspieren ja. hebt die zitten bomvol razend efficiënte mitochondriën ja. dan ga ik vervolgens die marathon lopen ja, ja. en dan gebruik ik, ik ook mijn ja. armen ja. dan kan ik ongetrainde armen ja. hebben die ja. doen weinig mee of ik kan hele goed getrainde armen hebben en die kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. Waardoor mijn hele energiegebruik misschien wat efficiënter is. Ja. Dokter Sportenartschien, ja, wat vindt u van dit denkmodel? Ja, maar die spieren zijn getraind om een bepaalde beweging ja. te, uit te voeren van de armen. Ja. En die, ze kunnen niet hun, zeg maar, hun pakketje, wat ze kunnen, afstaan aan andere spieren. Want hier, ik heb ze niet Nee, maar Gebruik dat is dus het idee, Een he? mitochondria die energie beschikbaar ja. maakt, kan die die energie op een of andere manier in de bloedbaan brengen nee. en ergens anders nee. heen brengen? Nee. nee, dan moet het hele mitochondriepakket, pakket, zeg maar, de hele spier <laughs> moet dan zeg maar, uitgeplucht worden ja, en dan niet. verplaatst worden naar de benen en daarin geplucht Maar worden. ik zie al voor me, hier dat Raymond, dat hij uh, lopend... Een arm-borstkaalbeweging. Nee, nou maar. zit je te kwalijk. En op die manier. <laughs> niet zo flauw doen. Heeft hij, heel, heeft hij gelijk. De crux ja. van het antwoord op zijn vraag is wat Guido net zegt. Ja. Die mitochondriën levert lokaal in die spier energie. Ja. En niet soort van algemeen nee. energie. Zie je het gewoon dat je overal batterijen hebt zitten? Ja. En die batterijen kunnen alleen maar energie leveren op die plek. Helder. Doe je ze op een andere plek, dan moet je ze daar weghalen. Ja. En ergens anders in stoppen. Ja. Ik heb hier toch wel iets van geleerd. Ik dacht heel even, wat een gekke vraag. Maar ja, dit, dit heeft mijn denkmodel wel verrijkt. Nou, en ik denk nog even van, als ik verder nog lees van dat ontlasten van, de, van, van spieren bijvoorbeeld. Ja. Kijk, grostoffelijk zeggen we van, ik denk al terug aan mijn marathon in Rotterdam, die ene. Hè? Ja, ja, ja. Toen had ik Episch. last van mijn kuiten, na 18 kilometer was het geloof ik. Hè? Toen had ik voor het gevoel ook zoiets. Ik moet net even anders gaan lopen. Nou, iedereen kent als er blessures of pijntjes opkomen, dan ga jij iets anders lopen. Al ja. is het al marathonlopen. Mijn coach Guido Vroemen zegt altijd: dikke rode vlag. Als je anders gaat lopen, moet je heel erg opletten. Ja, letten. nou. Nee, heel maar goed, Heel goed, Herbert. Subtieler. Marathonlopers. Die hebben ze natuurlijk biomechanisch bekeken. En dan zeggen ze. Nou, aan het begin van de marathon. De eerst 10 kilometer. 75% is voorvoetloper. Mm -hmm. Maar kijken we de laatste 10 kilometer van de marathon. dan is ineens 75% heellander. Dus uh, zelfs die subtiele veranderingen. Dus ik bedoel daarmee te zeggen. ook het lichaam is continu eigenlijk. Aan het kijken naar de meest efficiënte manier, denk ik. En dat is ook als jij op bijvoorbeeld dat moment bij die vermoeidheid. Ja, en bijvoorbeeld ja. als jij op 60% van je VO2 max, 70% de submaximaal loopt. Denk dan niet dat je continu dezelfde spiervezels binnen een spier. Aan het uh, recruteren of aan het contraheren het bent. Ja. Daar is ook continu uh, wordt daar afgewisseld. Alleen ja, daar heb jij helemaal geen weet van. Dat, dat is, ja, vanuit het brein wordt dat allemaal netjes gestuurd. Waardoor je aan de ene kant ja, mensen, of de, het, het lichaam in de gaten houdt van worden we een aantal spiervezels niet te vermoeid en kunnen we op die manier toch ja, energie. Uh, goed omgaan met de energie, er is kortom, efficiënt lopen. Ja. Werd het toch nog een beetje een vraag of in ieder geval een antwoord in de categorie luisteraarsvragen medisch. Ja. De volgende vraag is er wel echt één over het pragmatisch inrichten van trainingen. Ja, deze, deze is gewoon leuk: lief. Ja, Namelijk, kom maar. hoe organiseer je het nou als je samen wilt trainen met mensen van verschillend niveau? Uh, Mooi, Jurgen, lees ja. de vraag eens voor. Van, van is Arna, Arnoud Haagsma. En deze is echt al heel lang geleden gesteld, weet ik. Oh, nou, oh. Ik hoop dat je nog steeds ja. luistert, Arnoud. Daar komt hij aan, hoor. En een ontzettend ja, relevante vraag, eigenlijk voor iedereen. Maar dit betreft dan het samentrainen van man en vrouw. Of van twee personen van verschillend niveau. Misschien vraag je het voor, uh, voor een vriend of voor jezelf. Hè. Dat is altijd. Uh, <laughs> voor een Hoe zorg je dat een training samen leuk is, maar ook effectief voor beide personen? Nu fietsen mijn vrouw en ik samen, maar ik fiets bijvoorbeeld D1-hartslagzone, hartslag, en mijn vrouw D2 of soms zelfs D3. We willen graag samen blijven sporten en trainen, maar ook beide beter worden. Ik hoop dat jullie, en zeker Guido, daar heb je hem, hierover wat zin is, kan zeggen. Ja, en dit vind ik nou echt zo'n vraag waarom we deze aflevering hebben bedacht. Ja. Ik, ik wil niet eens wetenschap hierover. Ik wil gewoon oh. weten, Guido, hoe pakken we dit aan? Simpel. Oh, nou gelukkig. Ja, dit ken ik uit de praktijk ook heel goed. Je ja. gaat ook wel eens fietsen met een vrouw van een ander niveau, ja. Of je gaat trainen met jouw topatleten en je moet erachteraan. Ja, ja dan is het andersom, want dan moet, ben ik het uh, leidend voorwerp vaak. <laughs> ja, ja, precies. Oh, misschien heb ja, jij ja. deze gewoon ingestuurd. Hè? Ja, ik denk eens. Ja. Ja, ja, maar vertel, precies. hoe pak je het aan? Nou, als je, als je gaat fietsen met iemand die minder. Of lopen, laten we het zeggen, hier, dit is fietsen. En met iemand die duidelijk een andere, uh, lager niveau heeft dan jezelf. dan kun je natuurlijk gewoon uh, naast elkaar gaan fietsen, maar dat is dan niet zo handig. Dat is misschien wel gezellig, maar op een gegeven moment niet meer. Dan denk je: dus man, toch is niet zo hard. Dan begint de ene dan al te, te piepen. Ik denk: Ja, maar ik rij helemaal nog niet hard, want ik zit nog steeds in D1. Ja, nou, ik zit al in D3. Ik kan niet meer. Nou, hè, en dan heb je een heibel. Wat je, wat je bij fietsen prima kunt doen, is natuurlijk gewoon profiteren van de anderen. Ja. Strak achter iemand gaan rijden en laat die andere maar langzaam. Een beetje eens een tempo opvoeren. Als die in D1 en misschien wel al richting D2 gaat, dan kun je in het wiel. Dan moet je wel even een beetje trainen dat je niet 10 meter drachtig gaat rijden, maar wel een, een metertje drachtig. Dat scheelt je al gauw 30 of nog wel meer aan energie. Ja. Dus dan kun je makkelijk meerijden. rijden. Ik weet, even, rij ik ook wel eens vaker mee. Mijn vrouw. Is jouw vrouw, hè? Ja. ja, precies. En dan kan ik. Nou, 30, 35 kilometer per uur ook gewoon gaan rijden. Wat zij zelf normaal nooit gaat rijden, maar dan rijdt zij gewoon strak achterin mijn wiel, rijdt ze ja. we hebben wel mee. We hebben wel eens, nou ja, Strava, daar komt komsegmentjes aangevallen. Dan, dan trek ik hem aan en dan, ga je, dan, dan blijft zo zolang als ze kan. Brol uit rijden in de wiel. Ja, grappig. Ja. Ik ga denk eens even dat uh, strafprofiel van ja. even bestuderen. Nee, okay, ja. Een paar vlaggetjes zetten. Nee, okay, ja, helder, zoek helder. maar eens even een paar kommetjes. Ja. Want <laughs> ja. je denkt, even 60 km per uur rijden. <laughs> Hoe dan? Ja, ja. Nee, hey, maar okay. je, je moet je dus gewoon even samen slim. Hè, als, als de, 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 de sterkere moet je gewoon voorop zetten. En ja. die moet dan wat meer tempo gaan rijden. En de, de ander moet er gewoon rustig achteraan. En dan kun je natuurlijk gewoon een beetje tempowisselingen doen. Zodat je de ene ook wat harder moet gaan rijden. En ja, die, kan, die moet zich dan gewoon te platter rijden. En de ander heeft dan zeker met wind tegen, kan, daar, kan zich erachter verschuilen. Methode 1. Dit werkt misschien goed als een koppel. Zeker als je goed ingesteld bent. Ja. Ik herken dit ook wel. Ik ga wel eens met vriend van de show Maarten Hagers fietsen. Mm. Die is ook veel sterker en sneller dan ik. Vind ik dit sociaal gezien al iets ingewikkelder? En niet vanuit Maarten, maar vanuit mij. Want Maarten zegt ook: nou, ga maar ja. in mijn wiel, rij maar ja. mee. Ja. Maar dat is toch als je dan die. die nou, ik zal er geen woord aan. Maar als je degene bent die daar dan op die tweede viool zit. Nou, dat is een ego-ding of zo. Vind ik toch al iets ingewikkelder. Dus ja. ik denk dat dit een hele goede aanpak is. Maar hebben we nog meer ideeën? Ja, want als je. Een... Ben... Als je bergop moet gaan rijden, dan helpt het niet meer. Nee. Hè? Dan nee, kun je wel even zitten. Denk. Ja. Kak! Ja. Of hardlo ja, hardlopen. Ja, hardlopen ja. is ook wel te ingewikkelder, ik. ik. Uh, kan ook. bij deze wel even in de podcast mijn verontschuldigingen aanbieden. Een uh, paar weken terug had uh, in Chapter Utrecht Gilles Stopen een mooi initiatief. Mm -hmm. om eens lekker een lange duurloop samen te doen. 25 kilometer ja. rondom, Leersum, uh, rondom Hilversum. Ja. En hij wilde dat op, <laughs> kudos toe Gilles, op 5 minuten 45 uh, minuten per kilometer doen. ...vond ik al wat langzaam voelen. Dus ik had al in de oproep geschreven... ...5 minuten 30, 5 minuten 45... Eh, ...waarbij ik had gezet... ...lekker kletstempo, want dat is dat voor mij. Ja, waarop ik natuurlijk heel hard... ...werd teruggefloten door heel veel grappige... ...dank voor de humorreacties, waar mensen zeiden... ...wat, dan kan ik gereanimeerd worden... ...kletstempo, dit is voor mij zonder D4. Weet ik veel. Dus ook bijvoorbeeld... ...bij hardlopen en zeker bij een social run... Yep. ...die wij natuurlijk over een paar weken... ...op onze 200 aflevering event ook gaan doen... Hebben we daar nog ideeën over hoe we dat uh, gezellig kunnen maken voor iedereen? Of is het zo simpel ja. als dan moet je als betere sporter maar gewoon zeggen: Dit wordt voor mij een D1 training en ook geen ambities hebben of zo? Kijk, bij lopen heb je, geen, heb je weinig, weinig voordeel als je achter iemand gaat lopen. Hè? Ja. Dus, dat is veel minder in ieder geval. Ja. Dus bij duurlopen, ja, dan moet je toch aanpassen aan elkaar. Maar als je beter wil worden, hè, je wil allebei, ja. we allebei beter worden. Dat zegt aanhoud, we willen wel allebei beter worden. Dan ga je dus natuurlijk ook wel intervallen doen. En bij intervallen kun je prima samen trainen, want dan heb je minuutjes, twee minuutjes tempo's dat je hard gaat lopen en degene die het snelst is. Na twee minuten is het interval allebei voorbij. De een is wat verder dan de ander. Die draait om. Mm -hmm. En die loopt rustig weer terug naar de ander. En die loopt weer rustig verder. Maar ja, dan heeft die andere die zegt dan: Ja, maar dan lig ik steeds erachteraan te lopen. Dat vind ik op een gegeven moment ook niet meer leuk. Goed, dan doe we het anders. Dan doe je gewoon weer diezelfde intervallen. Dan laat je de langzaamste laat je beginnen met de tempo. En de snelle die begint altijd 30 seconden later. Oh ja. Dus die moet gaan jagen. Ja. Nou, die, dat is heel wat anders natuurlijk. En, we, en dat kun je op het fietsen ook doen. Geef maar eens iemand 30 seconden voorsprong. He, je gaat stilstaan bijvoorbeeld en je wacht 30 seconden, de andere is al begonnen. Rijd dat nog maar eens dicht. Dat duurt echt wel even lang voordat je, Mooi, voordat je daarbij bent. Ja, ja, hier was ik nou op zoek ja, bij dankjewel. deze vraag, dit soort vormen. Dan ik, kun je gewoon, weet je, dan, heb, dan is de ene voor en dan komt de andere. Die moet echt wel zijn best doen om terug te komen. Dus die moet ook gewoon flink diep gaan. En andersom is het dat je weer terug bij elkaar komt. In de rustfase kun je weer rustig uithijgen en weer door. Ja. Ik moet ook denken aan een vorm die we bij de UTT onder Marco Glastra wel deden. Misschien doe je ja. dat nu nog steeds. Jij bent daar nu ook looptrainer, maar ik kom er niet meer zo vaak. Dat we ook intervallen gingen doen. En dat was dan twee, vier en zes minuten, geloof ik. En dan begon je dus allemaal op hetzelfde punt. Twee minuten een kant op lopen. Iedereen op en zijn terug. eigen ja. 5 kilometer tempo. Ja. Dan fluiten. Uh, ja. Dan was het 30 seconden rust of zo. Dan weer fluiten. En dan allemaal twee minuten ja. terug. Al andere kant op. En dan gaat ja. dus de snelste gaan verder in die twee minuten. Maar na vier minuten of vier ja. en een half minuut... Ben staat weer iedereen elkaar. weer op dezelfde plek. Klopt. Vind idee. ik ook een mooie format. Ja. 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 Exact. Ja. Dat is de combinatie van, de, van die van mij. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. ja, ja klopt, klopt. klopt Hebben we nog andere ideeën voor creatief samen trainen Of gaan we deze aan de community ja, Omlopen en, denk ik uh, al, de om. voor de. Maar ja, goed dan. is uh, ja. op de fiets een beetje link, natuurlijk. Met de gezelligheid weer uh, kwijt, hè? Uh. <laughs> nee, dus volgens mij zit, zit het een combinatie van dit soort vormen en ook gewoon doelen hebben. Ja. Ja. Dus dat, ja. dat aan ja. ook moet ja, zeggen: je... wacht even, als ik met mijn vrouw ga fietsen, dat is dan mijn rustige duurtraining. En dat is ook oké, okay. toch? Die heb je ook nodig. Ja, dan is het voor beide niet hetzelfde doel, maar dan is de ene heeft dan een rustige duurtraining en de andere heeft dan een zone 2 training. Ja. Ja. Dan moet je niet vier uur dan van maken, want dan is die andere nog steeds gesloopt. <laughs> maar eh, zo moet je het wel eh, oplossen. Ja. En je kunt ook gewoon met, met intervallen of iets dergelijks een, een klein parcours afzetten... waarbij je een rondje rijdt of loopt... waar je eigenlijk elkaar dan vaker gewoon tegenkomt. Ja. Of, ja. Hè? Ja. Anders is het ook... Weet je, als je, stel dat je het op een rondje doet van een kilometer lopen... kun je ook allebei... Tegengesteld gaan lopen de interval. Als je elkaar tegenkomt, is het interval eindig en loop je weer dezelfde kant op terug. Ja. En dat oh. doe je eigenlijk een paar keer. Als je de interval begint, de andere kant op lopen tot je elkaar tegenkomt. En dat is En, en dan, dan krijg je dus automatisch terug. dat de snelle weer langer loopt dan de... Ja, in ja. Noord-Leuzen Noord kan dit allemaal prima, denk ik. Volgens mij is die hele buurt uh, door jou afgezet, Niet niet, niet Ik heb begin. overal segmentjes ja. En, en, ja. En, 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 en markeringen ja. gezet. En dit kan hier en dit is zoveel meer. Ja, en, dit is en, en, Stoutenburg, jongens, staat helemaal vol ermee. En even maar queen op de motor. Hey, uh, Jurgen, oude gedieperde ja. hardlooptrainer. Ja. Heb jij vanuit je cursus nog een extra leuke vorm vanuit bedacht over cursus. hoe mensen dit, samen trainen? Het valt allemaal allemaal onder dit, dit, wat ik net gehoord dit soort varianten. heb. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Dus, uh... Mooi, leuke vraag, Arnoud. En uh, nogmaals, uh, zo zie je maar. Je hebt hem, ik denk misschien wel jaren geleden gesteld. Maar hij is altijd op de lijst blijven staan. En nu dan toch beantwoord. We gaan naar de volgende vraag. Ja, Jurgen, dit is een vraag waar ik zelf ook heel blij van word, want ik merk dat deze ook vaak in mijn hoofd zit. Het zijn eigenlijk twee verschillende vragen. Ja. We zien Raymond van Heemert weer, die we net ook hoorden, ja. en uh, Alice Himpe. Ja. Alice. En ik, uh, ik, ik schaar ze eigenlijk onder hetzelfde onderwerp van: Namelijk, maakt de fiets eigenlijk uit bij een triathlon of een training? Dat maakt het uit op wat voor fiets je, ja. je training afwerkt? Ja. ja. En dan uh, denk je, ja. Maar misschien ook wel niet. Dus daarom, eh, goede. Dus uh, Alice, ja, die is al uh, ook, ja, excuses dat we deze ook iets te laat beantwoorden. Want ik volg jullie podcast en dat heeft ze al een tijdje geleden gestuurd. <laughs> heb een vraagje voor mijn eerste triathlon volgende week. Nou, die is ook al geweest. Uh, zwaar oh, ervaren triatleet. <laughs> De fietsafstand is 38 kilometer. Ik heb al mijn training gedaan met een hybride fiets, maar weet niet echt of dat wel gedaan wordt. Nou ja, jij doet het, dus het wordt gedaan, denk ik dan. Ik kan wel rondvragen voor een betere fiets aan vrienden... maar daar heb ik er nog niet mee getraind. Dus bij, mij, bij deze mijn vraag... doen mensen mee aan kwartierlons met dit soort fietsen? En dan is een hybride fiets in dit geval geen elektrische, nee. denk ik hè? Maar zo'n zo sportmodel normale stadsfiets. Ja, of ja, ja. ja. dikkere bandjes. Ja. Of leen ik er beter eentje in mijn omgeving? Super bedankt. Nou, ik weet niet wat ze precies gedaan hey, wij, wij heeft. Wij kunnen toch ook wel zeggen dat we... In die tijd dat je vraag binnenkwam, hebben we deze toch ook gewoon per mail wel beantwoord. Denk ik herken deze vraag, jij ja, ja. zeker weten. Die hebben we wel beantwoord. En, en wat ik goed vind aan de vraag. Zij denkt dus wel aan het adarium. Geen experimenten op de ja, wedstrijddag. Ja, ja, dus, ja. Uh, okay. En dan Raymond van Hemert heeft ook ja. weer een vraag. Die, die had net een vraag over dat trainen in zonne 2 nu nog okay. steeds. Nou, als ik in zonne 2, 2, fiets... 2 fiets, dan gaat het weer gaat om een aerobe capaciteit. Versta hartslag. En niet per se om snelheid, vermogen. Ja, hij leert als heel snel. Hij heeft ja. al de, de ja. eerste ja. vraag goed geluisterd. Ja. Ja. Maakt het dan wel uit of ik op een stadsfiets naar het werk ga, of moet ik net als de meeste gepensioneerden. 60-plussers met een bierbuik ook maar een dure fiets van enkele duizenden euro's aanschaffen. Simpeler gezegd maakt het materiaal wel wat uit in zone 2. Ja, dan nou, laten we met dat laatste beginnen en dan, door, dan terug naar Alice ja. over hoe je triathlon doet. Deze vragen ken ik wel. Bijvoorbeeld omdat ik onlangs, uh, Guido, dat heb je natuurlijk in mijn data gezien, want ik heb ze uiteindelijk niet eruit ja. gegooid. Ja, mooie vakantie. Op fietsvakantie mm, was met Sofie. Ja. Op de stadfiets. Rechtop. Oh, was ik dacht dat je op je tijdritfiets was. <laughs> ja, ja, precies. Met uh, op, 25 kilo bagage. Nee hoor, gewoon lekker op stadfietsje. stadfietsje. Zat ook geen vermogensmeter op. Dus die data slaan ook een beetje raar uit. Want hij weet het niet. Want het duurde wel heel lang natuurlijk. Maar uh, we gingen vrij langzaam. En ja, ik vroeg me dit letterlijk ook af. Is dit nou fietstraining of niet? Maakt het iets uit? Met bagage had je ook Heel nou, veel nou, bagage. Ja. Loodzware ja. fiets. Ja. Zeker. Het is allemaal, het is allemaal training. Het het, ook dit werkt, weet je, of je, nou, je kunt ook gewoon uh, met een hele zware, dikke fiets met een slecht lopende ketting en, en veel rolweerstand, dat geeft allemaal, ja, weet je, dan moet je hard trappen. Ja, ja dan ben je ook, dan ben je ook hard aan het werk. Um, het is een iets andere positie, dat, dat wel. Hè? Dus uh, als je dan weer op een, een tijdritfiets zou moeten denken: oh, zo was dit ook alweer. Hè? Dus ja, dat, dat heeft ook altijd onderhoud nodig. Maar als je puur gaat kijken naar: ja, ik wil mijn, mijn aerobe capaciteit vergroten. Dus ik ga gewoon veel en lang fietsen, maar wel op een andere fiets die zwaarder is en, en alles erop en eraan heeft. Is dat ook prima? Ja, specifiek heeft Raymond het over woon-werk. Ja. Ik heb wel eens volgens mij gelezen... iemand die iedere dag woon-werk fietst... is fitter Zeker. dan een uh, weekend warrior... die even 60 of 80 kilometer op zondag gaat rijden met appeltaart, toch? Ja, en vaak noemen mensen dat dan loze kilometers of zo. Dan denk ik, nou, maar het zijn geen loze nee. kilometers. Weet je, dit is, dit is eigenlijk heel makkelijk... die rustige trainingen uh, er, erbij. Want ja, als je met je fiets um, naar je werk gaat... en je moet drie kwartier of een uur fietsen... Ja, met je auto ben je ook een half uur kwijt vaak. Ja, ja. Dus en, en je wil dan zeggen, kilometers in fietsen niet, is kilometers ja? fietsen, want er wordt bewogen, ja, er wordt geademd, er wordt geventileerd. 45 minuten of 60 minuten gewoon rustige duurtrappen. Of je dat nou op een gewone fiets en zonder metertjes, maar je, je hartslag gaat wel omhoog en je ventilatie gaat wel omhoog. Dus Daar hebben wij het wel eens in de quiz over, toch? Hij moet wel boven de 100, of niet? Het <laughs> ligt eraan. Als dat je maximale hartslag is ja. niet. Nee, nee precies. <laughs> ja. nou, stuk, ja. Ja. Maar kijk, ik, ik uh, ging vroeger moest ik altijd 8 kilometer vanaf het huis naar mijn school in, in Ik En ik vertrok altijd te laat van huis. Dus en ik, moest, ik zat altijd in zone 4 of 5 <laughs> misschien. Ik weet niet. <laughs> ja, eigen man. Zone. Uigend, zwaar uigend. Kortom, uh, we hebben het allemaal dat het allemaal prima niks uitmaakt voor de lagere zones. Hoe kijk je daar dan tegenaan in, in de hogere zones, uh, Guido? Dus als je dus... De, de ah, hogere zone is ook op een andere Heel hard fietsen. Fietsen. Ja, ja, precies. Ook dat kan. Ja, ja natuurlijk. Ook dat kan. Als, ik, uh, als je op een gewone fiets gaat... en je, gaat, je moet dan ook keihard gaan fietsen... dan heb je daar ook winst van. Ja. Kijk, het, het, wat, en hier gaat hetzelfde. Als je dat in een wedstrijd moet doen... Dan zit je op een andere fiets, andere positie. Ja, dan kan dat natuurlijk. Als je dat nooit doet en je rijdt altijd op een... <laughs> Op een fiets rechtop zittend. Ja, dan geeft dat natuurlijk wel klachten in je rug en zo. Dat je daar denkt: Oh, dat had ik toch, heb ik toch niet eerder zo getraind? Ja. Maar, dus, je... maar als je af en toe op je gewone fiets naar je werk moet. en je gaat daar ook hard scheuren. ja, dat, dat heeft ook winst. Dus, Raymond, je hoeft geen fiets van dure duizenden euro's te kopen voor je werk. Nee. Terug naar Ellis. Uh, triathlons doen, zeker je eerste triathlons doen. op een sportieve hybride fiets. Kan dat? Mag dat? Zeker. Ja, dat... Juist, ja, dat ook. mag. Juist. Die, ja. Dat mag is altijd een beetje. Ik weet niet ja, precies wat de, de regels zijn bij de wedstrijden waar een fiets aan moet voldoen. Hè. Dat, hmm. Daar zitten natuurlijk wat dingen bij. Bijvoorbeeld, ja. noem maar een off-road triathlon. Als ik daar kom met mijn veldrijfiets, Nee, precies. Uh, dat mag, het niet. Precies, nee, dat klopt, mag dus nee. niet, hè? Ja, nee, ja. nee, maar, je nee, maar ook dan wel nadenken dat je bij gewone ja. wedstrijden.... Denkt, ja, maar daar uh, zit geen. Uh, ja, weet ik veel wat erop er moet zitten en zo. Nee, maar, we maar, hebben toen maar... wel eens een vraag voor de Heuvelrug Triathlon gehad. Bijvoorbeeld over terugtrapremmen. Hmm. En daar was ja. ik toen ook even over gevraagd. Want ik weet dat ze bij het controleren van je fiets. altijd je handremmen ja. checken. Ja. Dus als die er niet op zitten, dan zou dat wel eens een probleem kunnen zijn. Ja. Ja, ja, ik heb een tip in ieder geval voor Alice. En dan moet je in zoelen meedoen. Dat deed ik dit jaar mee. <laughs> ja. Nou, Kijk. daar mag het zeker. Want dat daar mochten mag mag zelfs er was wel of de Ja, je kon als, uh, als team meedoen. Met z'n drieën dus. Na elkaar. En dan mochten zelfs het fietsgedeelte op een, uh, een elektrische fiets gedaan worden. Dus die ja. zullen niet moeilijk doen over uh, jouw fiets. Nee. Dus ik denk fiets? dat het. Ja, even, even goed checken inderdaad. Maar dat de ja, dus laagdrempelige advies, triathlons het prima kan. Het ja. kan. Triathlon is ontzettend toegankelijk. Ja. Alleen, triathlon is ook een wedstrijdssport. En er zijn ook wedstrijden waar uh, serieus wordt gesureerd. Dus mocht je twijfelen, stuur even een mailtje naar jouw specifieke wedstrijd. Die kunnen je sowieso uitsluitsel geven. En, uh, maar ik vind de algemene boodschap dat je, gewoon op, dat je echt niet eerst spullen hoeft te kopen voordat je aan triathlon kan doen. Vind ik toch wel ja, uh, een mooie boodschap. Zeker, weet je, als jij gewoon een fiets hebt... en je hebt gewoon uh, schoenen en uh, een, nou ja, een badmuts... gewoon lekker ben je gaan, gaan zwemmen, fietsen en lopen. Toch nog één uh, laatste vraag, nu jij die elektrische fiets noemt. Ik ken een goede vriend van de show en een vriend van mezelf... die uh, tegenwoordig op een elektrische fiets een hele lange woonwerk doet. Mm -hmm. Met als motief, dan ben ik in ieder geval uit de auto... En ook, uh, kijk, deze afstand zou ik nooit op een gewone fiets woonwerken, ja, maar elektrische ja, wel. Ja, We ja, hebben ja. hier ooit op de bank Tim Takken gehad, ja, die zei... De elektrische fiets is de grootste ramp die onze jeugd aan er nu ja, overkomt. Ja, ja. interessant. Oké, okay, ga verder. Hoe <laughs> kan deze vriend J. Ja. bepalen of deze 45 kilometer woonwerk op zijn elektrische fiets ja. wel of niet... Een trainingsbijdrage levert. Ja, dan moet je wel echt gewoon eigenlijk een hartslagmetertje omdoen. En ervoor zorgen dat je wel een beetje extra zelf meetrapt, zodat die hartslag ook voldoende hoog komt. Zodat je arbeid verricht. Ja. Want dat is wel een teken dat je echt gewoon arbeid verricht. Wat, wat Tim de, en, en dat zie je natuurlijk heel veel in mijn omgeving wel. Want ik kom het vanuit Achterveld Barneveld, jongen, dan gaan dan die gasten op hun fiets. Zetten de, de, de schoenen op het stuur yes. en uh, de <laughs> ding gaat vanzelf. Um, maar die hebben dan een e-bike een, een e met zo'n voorwielmotor erin. Ah, dus die ja. zet je gewoon maximaal en die trekt die fiets vooruit. Ja. De middenmotor, onderin de fiets, daar moet je wel voor trappen, anders doet die ook niks. Ja. Dus de, als je die hebt en je trapt gewoon een beetje echt wel mee, dat je hartslag ook wel uh, een, een stuk verhoogd wordt ten opzichte van de rust. Dan heb je altijd wel wat effect. Maar ja, um, ja het is zeker beter dan. Met de auto gaan. Absoluut, ja. absoluut. En af en toe vergeten die batterij op te laden. Ja, dat helpt ook. Ja. ja, nou ja, precies. Weet dan je ook je dat... die, Dan heb je even een goede oh, <laughs> zone 4, Dan 5, moet je echt 3. aan de bak. Ja, op die precies. fietsvakantie met Sophie ook, jongen. We werden zo vaak ingehaald. En iedere keer, ik kon ah, ja. inderdaad om iedere keer te roepen: cheater. Ja. cheater. Ja. Wat? Ja. Oh net ja, daar heb je echt last toch? van, hè? Die zitten ah. dan ook heel hooghartig een beetje op die fiets, toch? Vind je een beetje nou, trots? Vaak, het is vooral Als je zelf windkrachtje drie tegen hebt, je bent zelf een beetje aan het ploeteren. Het is gewoon ook pure jaloezie, zou ik toegeven. Ja. Maar uh, ja. Hij herkent zich ook wel. De kadans die ze hebben is altijd ja. zo rond de 50, 60. Ja. Ja, lekker ja. laag, hè? Ja, oh, 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 oh. ja. ja jongens, hier uh, de oproep. Okay. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welke aflevering met Tim het was. Maar uh, mocht je kinderen, tieners in je omgeving hebben, echt. Spreek andere ouders aan bike. met z'n allen van die elektrische fiets af. Want ze gaan er echt kapot aan. Uh, niet uh, in het dagelijks leven, hè. Maar uh, op de lange termijn, hè. Later. Hebben we allemaal, uh, ja. denk ik, uh, botontkalking, spierprobleem... Mitochondria aanmaken. Mitochondria ja. zijn En, en flink stampen op de grond. Hey, ik ben trots. We hebben nog... Uh, we zitten goed in de tijd. We gaan ook die laatste vraag pakken. Ja, want uh, we hebben het over trainen, luisteraarsvragen. En uh, ik dacht even... Oeh, hoe kunnen we dit wel kwijt hier? Mm. Want eigenlijk... Zou dit enerzijds een hele andere aflevering kunnen zijn? Want het is een vraag over een gadget. Tegelijkertijd kwalificeert hij niet. Want we hebben geen wetenschap zoals uh, laatst bij de Omius. Dat was natuurlijk ook flinterdun. Uh, we hebben niet echt uh, bredere breder aspect. Maar in zo'n aflevering mag het dan wel. En we hebben Guido natuurlijk. En we hebben en Guido bij. En die kent erbij. al die Guido nieuwe die die gadgets en die apparaten. Dus ik durf het deze wel over te stellen. zwemtraining. Ja. Via Zeker. Instagram. Ja. At Dennis underscore CN. Ja. De Zen 8 Nou, ik ken hem niet. Helpt, ik wel, joh. Helpt zoiets voor uw, Moi, uw zwemtechniek? Er staat veel op internet, maar heel vaak komen de reviews achterliggend van Zen 8 zelf. Ik ken ik, hem trouwens wel, want ja. Marco Heijink heeft, heeft mij deze ooit... vraag ook gesteld. Ja, precies. En, je kan maar, en ik ben nog zo inmiddels zo oud, moet ik zeggen. Ik scroll nog wel eens over Facebook heen. Vind ik nog steeds ja. leuk. Uh, ook op Instagram. Alleen maar reclame voor die Zen 8 zwemtrainer. En voor de ik mensen. Krijg ik nooit. Nee, nou, ik wel. Misschien omdat maar ik, zit ik meer keer aan op het fietsen klik, en lopen. Ja, dat is waar. Uh, voor de mensen die niet weten waar het over gaat: het is een apparaat waar je een kist bij hebt. Je gaat op je buik of je borst liggen. Er zitten twee lange elastieken aan. En je begint toing, toing, toing. te trekken als ware je een zwembeweging maakt. Dat is wat ja. hij doet. Met hele gelikte filmpjes. En de vraag van Dennis ja. is vrij simpel. Guido, is ja. het zinvol om op die manier je zwemmen te trainen? Wat je, het ligt eraan wat je doel is, hè. dat is natuurlijk een heel. Flauw antwoord. Flauw antwoord dan, oké. Okay. Um, wil je er beter door gaan zwemmen, technisch? Dan heb je denk ik niet de juiste tool ervoor. Het is niet gewoon net als ze zwemmen in het water: je trekt aan elastieken. Ja. maar je gebruikt wel dezelfde spiergroepen. Ja. Die kun je wel echt wel trainen. En veel atleten zie je eigenlijk ook wel voor een wedstrijd, voor de triathlon, zie je een, een soort warming-up doen met dit soort dingen. Die elastiek maken ze ergens aan vast en dan gaan ze al uh, een beetje een warming-up doen, om eigenlijk schouderspieren, armspieren al op te warmen. En daar werkt het natuurlijk prima voor. Weet je, je kunt dat ding... Onder weerstand kun je natuurlijk gewoon je schouderspieren, je, 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 je biceps, triceps. Kun je allemaal kun je eigenlijk nou ja, flink um, toniseren, uh, warm maken, zodat ze ja, bij de zwemstart dat je daar niet uh, nou ja, daar nog doorheen moet. Hmm. Maar heb je specifiek dat ding daarvoor nodig? Of zijn er gewoon andere manieren gewoon waarop je. Ja, ja, je ja je is hebt waarschijnlijk goedkoper, want dat is mijn vraag. Ik wil zeggen, orde oh groot, ik zit even te googelen. Uh, 190 euro hebben we het over. En ja. cool. uh, dus dan eventueel met de uh, kist gok ik. Dat ja, dan, ook, dan krijg je een natuurlijk een hele bankstel verkopen. erbij. Ja, ja, bankstel erbij en je krijgt die <laughs> elastieken en je krijgt zelfs een badmuts, leuk. Hier! Uh, kijk, een nou. handpomp en uh, ja. Ja, ja dus, kijk, dan wordt het al heel mooi gemaakt. Hè? Dan krijg je een totaal pakket met gadgets en zo. Ja. En dan, uh, ja, dan denk ik, oh, dan wil ik hem hebben. En dan hebben ze natuurlijk voor een hoop uh, bekende drie ja. atleten die dat... Maar wel... ik zie hiernaast in Google bij de zoekresultaten, ja. je kan bijvoorbeeld ook een Buddy Swimstroke pakket kopen. Dat zijn gewoon een paar handvaten en een paar elastieken die je zelf ergens aan een muur of ja. een ding ja. moet ja. maken. Maar je hebt elastieken nodig. 50 euro. Dat is alweer wel heel wat anders. Maar je hebt gewoon elastieken nodig. Ja. Want daar moet je aan trekken. Ja. En je moet liggen op je buik. Nou, dan heb je ook een plankje of een tafeltje of ja, uh, je gaat uh, voorover gebogen staan uh, in de houding. Dat kan dat ook, hè? Ja. Meeste, je ziet ze ook wel langs het zwembad. Dan maak je gewoon die elastieken daar ergens aan de kant vast. En dan kun je ook al je warming-up mee doen. Dus we kunnen zeggen, en dat kun je meestal wel afleiden. Als je ergens heel veel reclame voor ziet. dan hebben ze blijkbaar heel veel marketingbudget. Dan maken ze dus heel veel marge. Nou, dat blijkt ook wel. Want als ja. alle concurrenten. want ik zie hier wat verschillende elastieke pakketten rond de 50 euro. Ja. Ja. Als je daar opeens 200 of 190 euro voor maakt. dan zit er nogal marge op. Ja. Dus dat Zen-E-ding hoef je zeker niet te hebben. Het trainen met elastieken, zeg jij van Guido. Ga je niet beter ja. van zwemmen? Direct. Maar je bent wel de spiergroepen die je gebruikt bij zwemmen. Ja. Aan het versterken, aan het vergroten. Zwemmen is gewoon de meest technische sport. Ja. Van de drie, ja. hè, bij de triathlon. En dat moet je, dat, als je dat wil verbeteren, moet je ook gewoon echt in het water liggen. Je moet watergevoel hebben. Je moet echt water pakken en duwen. Dus dat heb je, dan heb je echt gewoon zwemtrainings techniek training nodig. En, en dit is meer... gericht op spierkracht. Dat is een beetje... Je moet het, ja, vergelijk het maar met roeien in een boot... en roeien op een ergometer. Op een ergometer is gewoon... rukken aan dat ding... en dat wil niet zeggen dat je goed kunt roeien... Ja. in een skiff. Dus zou je dan aanraden om meteen maar een zwembad te kopen <laughs> en in de tuin of een uh, eentje met stroming of iets uh, <laughs> eigenlijk ja. Absoluut, dan moet je, dat, dan, je dan Als je dat... beter wil leren zwemmen, ja. Een goede zwemtrainer zoeken. Ah, ja. Ja. Ja, dan kun je een cursus borstcrawl, cursus. Ja. Dan kun je, ja. hè, tien lessen en dan leer je dat Jullie doen, hebben toch ook zwemtraining? Zeker. Zeker. Ja. En ja. we hebben nu ook, als het goed is, nu neem ik een gokje. Maar uh, waarschijnlijk hebben we nu net een eigen slimme versterende zwemcursus vol. Maar daar moet ik jou nog over bijpraten. Oh. Dus, nou, kijk. Ja, ik je leuk. er ook uh, op instappen. Ja. Maar heel veel mensen, nou ja, sowieso zwemmen is super belangrijk voor alle uh, Nederlanders en met name alle kinderen. Ja. Maar als je dan ook nog eens snel en, uh, uh, wilt zwemmen en een vrije borstcrawl wil leren, ja, dan moet je daar toch gewoon wel les in ja. nemen. Ja, exact. Mannen, ik kijk op de klok en we hebben nog een paar dingen te doen. Want oh. dit is een normale aflevering. Dus we gaan natuurlijk nog sokken weggeven aan iemand die ons terugkoppelt. Wat hij of zij ja. van Slimmer Presteren heeft geleerd. En niet voor dat, maar natuurlijk even een aantal nieuwe vrienden en vriendinnen van de show. die dit soort vragen naar ons opsturen, in het zonnetje zetten. Ik heb een mooi lijstje voor je. Bijvoorbeeld: pottenkoffie. koffie. En als je nu denkt: hé, hé, wat? Ik ben net ingeschakeld. omdat Arnoud Haagsma mij deze aflevering doorstuurde. omdat hij erin zat. Je kan deze podcast, die jij natuurlijk helemaal gratis luistert. in alle mogelijke podcastspelers een beetje financieel ondersteunen in onze productiekosten door te serveren naar vriendvandeshow.nl slash slimme podcast. Daar vragen we je om een kop koffie per maand of een pot koffie per jaar. Dat laatste heeft oh. onze voorkeur, want dan krijg jij één kopje gratis. En dan hebben wij uh, één keer transactiekosten. Ik zal je eens een aantal namen roepen en dit is weer leuk. Dit is een lijstje met veel achternamen, dus misschien ken je ze wel. Bijvoorbeeld Michiel van der Eerde. Ken je die? Die werd vriend van de show. Hele pot koffie per jaar. Arjan van Asselt deed het ook. Kasper Glas we hebben Max die deed een losse donatie, dat mag ook. Michael Bentvelze, mm. dat is er een van het eerste uur, dus ik denk eigenlijk dat hij zijn uh, abonnement heeft verlengd opnieuw. Anne Satsa deed ook, kennen we ook, hebben we al een paar keer ontmoet. En Egbert Blok, en dan denk ik, hey Egbert Blok, wij kennen Ed Blok natuurlijk goed. Zou dit misschien familie van Ed zijn? Ik weet het niet. Echt met Ed. Ja. Laat het ons weten. Uh, dank in ieder geval voor jullie uh, support. En ik hoop dat als je dit nu hoort en denkt: hé, hey, ik wil mijn naam ook wel eens horen in zo'n aflevering. Dat je naar vriendvandeshow.nl gaat en een kop koffie of een pot koffie doneert. En dan, tot slot, de webshop met shirts, buffs. Hè? Het wordt er langzaamaan. Nou, het is een mooie nazomer. Het wordt la langzaamaan weer weer voor. Sokken. Snelle sokken van Slimmer Presteren. Die kan je verdienen door ons te laten weten. Met ribbels. Met goede aerodynamische ribbels, daar hebben we het vorige week over gehad. Jij kan een paar verdienen door ons een audiobericht te sturen van een seconde of 30 maximaal. Over wat jij hebt geleerd uit die meer dan 190 afleveringen slimmer presteren. We hebben een bericht. All the way from the desert, van Vincent uit Omaan. Sneller met slimmer presteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Niet niet. Beste heren, vorig jaar verhuisde ik vlak na de marathon van Rotterdam naar Jordanië. Er veranderde veel. Heftig verkeer, hitte, maar vooral heuvels. Overal heuvels. Rennen op hartslag en tempo was dus echt niet meer te doen. Om die reden heb ik het meest gehad aan jullie uitzending over rennen op vermogen. Ik kon in Leusden, waar ik zelf toevallig ook vandaan kom, een voetsensor overnemen bij Guido. En sindsdien train ik weer gericht. Ja, te een laafje. Oftewel, mogen jullie gezegend worden. Groeten uit Omaan, Vincent. Ah, ik ken hem. Ja, zeker. Ja, hij is langs Goed. geweest. Ja, ja, groeten uit Omaan. Ja. Uh, man, man, man. En extra leuk verhaaltje, want ik zei tegen Vincent, nou, je hebt de sokken verdiend. En uh, hij zegt, uh, ik zeg, moet ik dat naar de woestijn opsturen? Kom je nog in Nederland? Zei hij die: weet je wat? Geef ze maar aan mijn goede vriend Gilles Stoop. Ah, ja. Zijn naam viel al eerder hier in de podcast. Want uh, die uh, heeft mij op jullie podcast gewezen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus uh, hij mag de sokken hebben. Dus Gilles, sokken komen jouw kant op. En uh, iedereen die denkt: hé, hey, ik wil ook zo'n paar sokken. Ga gewoon naar de website. En bestel ze via, via www.slimmerpodcast.nl/slash webshop. Misschien zit ik nu te denken, moeten we ook een sokkenabonnementje aan gaan bieden? Want ik zag bijvoorbeeld Marco van Ette, ja. die heeft eerder het jaar een paar sokken besteld. En die bestelde onlangs gewoon weer twee paarden. Ah, okay. En ik herken dat zelf ja. ook. Ik heb ook wel drie of vier van die ja. paren in ja. omloop. Want ja, sokken is toch een slijtgevoelig product. Ook al gaan deze wel goed mee. Dus uh, als je nou denkt, ja, ben wel toe aan een extra paar. Of ik ben in de markt voor een, een sokkenabonnementje. Gewoon ieder kwartaal een vers paar. Dan uh, laat maar even weten. Dan gaan we dat organiseren. Ik wil wel het Jij wil sleeves. Ik wil sleeves. Ja. ja, nou, we hebben vorige week al oproepen gedaan over team mails en we maken het. Bij de badmutsen is het gelukt. Uh, bij de singlets uh, zitten we op het randje. Ik zou zeggen, voor de sleeves geldt hetzelfde, Guido. Ah, weet je, ik knip gewoon de tenen uit die sokken. Ja. Daar heb, ik, daar heb ik ze ook. Ja, ja. Dat je, waar. Die, die, Zeker. die hak past precies zo om de elleboog. Ja. Dan dus ja, moeten we alleen nog gaat. even bedblokken onderzoek laten doen of dit ja, uh, materiaal wel uh, aerodynamisch is het beste wel materiaal is. Heel goed. Goed. Dat kan natuurlijk en ook. En kunnen we van die buff eigenlijk niet gewoon onze muts maken, onze cap? Oh ja. Oh ja. Ja, en dan moet je wel heel strak op je achterhoofd knopen ja. En dan flattert het ja. natuurlijk nog ja, wel wat achter nou, nou, nee, de, de, moet... de timer, de timer, de timer ja, we, we zijn, oh. Wij zijn er alleen, ja. de tijd is op Psst, Helaas hey, dat mailen doe je dus naar post.slimmerpodcast.nl En uh, daar stuur je dus ook al jouw vragen hè. Nu je het door hebt, en dat is wel leuk Naar aanleiding van de vorige aflevering met vragen 190 was dat Merkte ik dat luisteraars dachten oh, oh, dit kan dus ook Populaire podcast, hè? Kleine problemen, grote problemen. Twee dames, geloof ik, die ze oplossen. Nou, wij kunnen het dus ook. Dus uh, al jouw vragen naar post Van de grote vragen, zoals bijvoorbeeld die van jou, Tito Schoffelen, over de zin en onzin van core stability training, maken we dan een hele aflevering. Ja. Zoek jij wetenschap bij, maken we uh, kritische reflectie op van Guido. En voor de kleinere vragen doen we om de zoveel tijd uh, een uh, verzamelbak-aflevering, zoals deze. Christine liet nog weten via Instagram. Christine Hiemstra. Superleuk formaat, Ga zo door. Dus ja, dat doen we dan maar. Ja. Um, tot zover. Waar staan we? Uh, nog uh, minder dan een maand. Wat zeg ik? Nog uh, een dikke... Nou, een kleine drie weken. Dan treffen we elkaar in Leersum. Ja. Ik denk dat ik uh, na dit weekend uh, de kaarten maar weer een tranche omhoog ga gooien qua prijs. Dus uh, als jij nu... Is er uh, nog plek? Je, een paar. Oké. Okay. Nou, wat we kunnen doen de mensen die bij de honderdste weten, toen hadden we natuurlijk onszelf op de vloer gezet, groot ja. terras. Nou, dat is nu wel vol. Maar ik kan natuurlijk gewoon wat meer rijstoelen neerzetten, dat het gewoon wat voller kan worden. Dan kan je altijd het podium nog op. Halve prijs in de kleedkamer of zo, hè. Dan kun je <laughs> ja, op het scherm meekijken. denk ja. hè, Rotterdam Marathon model. Ja. Het wordt alleen maar duurder. Hoe langer je wacht, ah, hoe ja. duurder het wordt. Ja. Dus uh, dat uh, komt natuurlijk aan voor die tijd. Nog even Eindhoven Marathon, hè? Ja, jij, ja, ja. hè? Ja, ik ja. Leuk, 13 ja. oktober. Inmiddels bed Duinkerke gaat ook meedoen. Oh, maar okay. Malis okay, liep te twijfelen of ja. ze ook mee ging doen. Ja. En uh, wat mij ook gelukt is, wat jou misschien ook nog kan lukken... Zo die laatste weken voor zo'n marathon komen er altijd heel veel tickets los, hè? Ja. Dus uh, als je nu opeens denkt... Ah, ik ben eigenlijk ook wel fit. Ik heb wel zin in een uh, slim presteren feestje. Kom mee naar Eindhoven en uh, kom lekker een marathonnetje of een half marathonnetje lopen. Uh, ritsel even een kaartje online en je bent erbij. Ja, en... In datzelfde weekend van 19 oktober is natuurlijk op 20 oktober de Amsterdam Marathon. Ook daar hebben we een slimme presteren luisteraars app groepje van. Daar ging het al rond, hè? Hey, uh, wie van jullie gaat er eigenlijk een dag voor de marathon ja. ook een beetje chillen in uh, Leersum? Nou, er werd nog wat getwijfeld, maar uh, Liesbeth ging al in. Dus ja, ja, hoor, ik maak er een heel weekend van. Eerst zaterdag Leersum, zondag Amsterdam. En uh, nou ja, ik zou iedereen aanraden om dat lekker te doen. Dus uh, neem je vrienden en uh, bekenden mee en we maken er een mooie dag van. Als je dat allemaal moet missen, gaan we 17 november ook met heel veel luisteraars naar de lopen, toch? Ja. Leuk. Jij ook, hè? Ja, zeker. Gezel. Ja. Doen we. Goed. Guido, dank voor al jouw kennis en inzichten. Graag gedaan. We stoppen de opnames. We zijn binnen het uur gebleven dan toch. Het is wel echt wat management met klokjes en alles. Maar ja, uh, zo uh, hopen we hem vast te houden. Dank Jurgen weer. Ja. Dank alle tot. luisteraars. En dan zeggen we tot, tot volgende, volgende week. week. Yo. Aan het eind van iedere aflevering krijg je van ons nog een tip om verder te luisteren in ons rijke archief van meer dan 190, ik zou bijna willen zeggen, bijna 200 afleveringen. Poeh. Slimmer versteren podcast. Jurgen, het was een beetje een ratje toe. We gingen van links naar rechts. Maar alles had te maken met trainen: combineren van trainen, manieren van trainen. Welke aflevering zou je graag nog onder de aandacht willen brengen? Ik denk aflevering 15. Toen, uh, ja, dat ging over. Seizoen 1. Ja, over concurrent training, zoals dat dan uh, in uh, goed Engels heet. was een van de vragen van, ja, we weten tegenwoordig dat we ook kracht moeten trainen of exclusiviteit. Ook als duursporter hoe belangrijk dat is. Nou, hoe combineer je die dingen? En ja, uh, in aflevering 15 hebben we het over dat het fysiologische gezien die twee elkaar echt wel in de weg kunnen zitten. Ja. We leren daarover verschillende types spiervezels: ja. witte spiervezels, rode spiervezels. Precies. Wat ze betekenen voor je prestatie. En dan en dan kijk je bijvoorbeeld waarom het dan zo uniek is wat bijvoorbeeld hij van Hassan deed of doet van uh, ja van sporten waarbij je ook exclusiviteit nodig hebt en daarvoor moet trainen De, en dat samen doen met uiteindelijk uh, ja een duur vermogen kweken. En nee, dat uh, ja dat uh, dat is best wel lastig voor het lichaam om daar keuzes in te maken. Ja. Ga jij hard of ga jij lang of ga je allebei? Dat is de vraag in aflevering 15.